Goedenavond, goedenavond. Kinderen met petjes op. Leuk, ja. Dat komt door Giel Beelen, hè. Denken ze dat ze hun petje op mogen houden binnen? Ja. Maar je weet waarom Giel zijn petje op heeft binnen, hè? Omdat je anders het gat ziet waardoor zijn hersens zijn ontsnapt. Niets naars over Giel Beelen. Die jongen die is hartstikke ziek en toch maakt hij radio. Ziek. Het is een syndroom, geloof ik, progeria, dat je heel jong heel oud wordt. Toch? Althans, ik heb hem wel eens horen praten. Ouder dan 8 kan hij niet zijn, volgens mij. Maar goed. Hè, leuk. Televisie in Toemler. Publiek in Toemler, maar ook publiek buiten Toemler dat dit ziet. Toch niet helemaal hetzelfde als je hier zit, is toch anders. Mensen die het op televisie zien, die zien dit. Maar die zien ook nog heel groot. Fara en 3. Dat is zodat ze weten waar ze naar kijken, is dat. En ik vind het altijd een beetje vervelend. Omdat ik denk, ja, als ik televisie kijk, wil ik juist niet helpen dat iemand mij helpt herinneren aan het feit dat ik televisie kijk. Ja, als ik naar een film kijk, dan wil ik van die film genieten. Dan wil ik naar die film kijken. En dan wil ik denken, oh, dat is de waarheid. Dat is hoe de wereld in elkaar zit. Wat mooi. En dan wil ik niet dat er de hele tijd boven in beeld Farah staat, met een uitroepteken. Farah! Ik vind dat naar. Ik denk, nee, het hele idee van televisie is dat je dat even vergeet. Als ik naar het bos ga, dan wil ik in het bos zijn en in de natuur. Dan wil ik niet dat er op iedere boom een neonreclame hangt met heel groot bos. Vrije natuur. Geniet ervan. Nee. Daar ben ik net slim genoeg voor om dat zelf te doen. Stel je voor dat ze het bij de radio ook zouden doen. Weet je, dat je naar Radio 4 luistert, naar een of andere symfonie van Mahler, en dat er op de achtergrond de hele tijd iemand zegt, zeg, Radio 4, hè? Radio 4, luister naar Radio 4. Mooie muziek, hè? Radio 4. Zo, lekker, hè? Radio staat aan. Radio 4. Oh, lekker muziek. Nou, gaan we lekker luisteren. Geen CD, radio. Radio 4. Hè? Dat zou je niet pikken. Dat is ook de reden dat ik niet zo'n fan ben van Radio 3. Want daar doen ze het gewoon wel. Bij Radio 3 gewoon ieder nummer wordt aangekondigd en afgekondigd met de herinnering aan dat je naar Radio 3 hebt luisteren. Of hoe heet het? 3FM, Sirius Radio. Dat is Engels. Als je het in Nederlands zou zeggen, zou je zeggen van 3FM, serieus, radio? Dat is minder goed. En het wordt ook steeds meer, weet je. Dan heb je ook al onder in beeld de aankondiging van het programma wat daarnaast komt. Dat nieuws. Als je tegenwoordig naar nieuws kijkt, dan is er onder in beeld een balk met ander nieuws. Ik denk, ja, ga door elkaar praten. Ik denk, wees dan ook volledig. Zet er dan ook het land waar het uitgezonden wordt en desnoods gewoon planeet aarde zonnestelsel. Want straks zit er een of ander buitenaards wezen televisie te kijken. En denk, ja, Nederland 3, dat zal wel. Maar wel het zonnestelsel zit ik eigenlijk. Vervelend. Aan de andere kant, weet je, het is nieuw, dus maak ik er grapjes over. Het zal ook wel goed zijn, het zal ook wel een reden hebben, dat snap ik ook wel. Ik denk dat gewoon bij alles wat nieuws. Ik denk dat toen de eerste kleurentelevisie kwam, dan zal er ook wel ergens een comedian gestaan hebben die zei van, kleurentelevisie, hebben we dat nodig? Hè? Hebben we dat nodig? Kleuren? Ik snap het er ook wel zonder kleuren. Hè? Moet ik dan weten dat de lucht blauw is? Nou, ik ben niet achter het mensen. Mensen. Want dat is een beetje, het stom is dat dingen die vroeger, dat is altijd, klinkt, voelt altijd beter, dat is leuker en de toekomst is eng en dus is alles wat nieuw is slecht. En daar ben ik ook altijd bang om nostalgisch te worden, want het lijkt alsof alles beter. 5 jaar geleden heb ik kanker gehad. En als ik dat vertel aan mensen, dan, de eerste reactie is altijd, serieus meen je dat? Want ik denk altijd dat ik grapjes maak, maar dat is echt waar. En de tweede reactie is dan, als ik heb verteld dat ik kanker heb gehad, zeggen ze, wat verschrikkelijk voor je. Wat moet dat verschrikkelijk geweest zijn, dat je dat gehad hebt. En dat is ook wel, maar als ik terugdenk eraan, als ik nu na 5 jaar terugkijk op die periode, dan heb ik eigenlijk vooral goede herinneringen. En dat komt waarschijnlijk omdat ik weet hoe het is afgelopen.
zou ik maar zeggen. Nee, maar dat helpt. Daardoor, ik zeg ook niet dat het alleen maar leuk was. Het is niet dat ik zeg, oh, dat was de beste tijd. En sindsdien, iedere ochtend snuif ik asbest in de hoop dat het terugkomt. Maar het is wel een fenomeen dat je daar soort goede herinneringen aan hebt. Het engste was eigenlijk juist toen het begon, omdat je dan nog niet precies weet waar je in terecht komt. Dat was toen ik ontdekte dat ik het had. Ik ontdekte in ieder geval dat ik een soort klont... Ik zat een kopje thee te drinken in een café in Amsterdam. Bij de Albert Kuip in de buurt. Amsterdamse café, bruine kroeg, kopje thee. Muziek van René Vroger op, herinner ik me heel goed. Want op een gegeven moment neem ik een slokje thee. En ik slik en ik voel een soort brok in mijn keel. En nou, ik weet heel veel, maar van René Vroger krijg ik geen brok in mijn keel. Dus dat kan het niet geweest zijn. Dat is het eerste wat ik denk. En toen voelde ik ook echt, zou maar zeggen, dat er naast mijn ademsappel nog een peer zat. Dat was niet goed. En je schrikt natuurlijk heel erg. Want op een bepaalde manier, iedereen houdt er rekening mee dat je zoiets overkomt. En dan opeens overkomt het je. En ik keek op mijn horloge en ik zag, als ik snel naar het gezondheidscentrum fiets, dan ben ik nog op tijd bij de huisarts. En dat deed ik dan maar. Ik dacht, ik moet toch, ja. En op de fiets begon ik... Ik weet niet of ik mezelf gerust begon te stellen. Ik begon het gewoon te ontkennen. Ik dacht, eigenlijk... Toen ik bij de dokter kwam, had ik mezelf al wijsgemaakt dat ik me aan het aanstellen was. En ik werd pas echt ongerust toen ik binnenkwam en de huisarts zei... kom nog maar even binnen, want dat is toch... Maar geen enkele reden tot paniek, hè? Kijk, als mensen dat gaan zeggen, dan raak je juist in paniek. Dat is vaak... als je in het park zit, bijvoorbeeld... En de zon schijnt en je zit naar de eendjes te kijken en naast je zit een man op het bankje, die leest een boekje. Dan gebeurt het nooit dat die man na een kwartier zegt, hé, lekker hè, er is geen enkele reden tot paniek. Nee, dat zeggen mensen alleen als je huis in de brand staat. Dan komen ze met dat soort adviezen. En want die arts was heel aardig en ze zei, maak jij nou maar geen zorgen. We gaan een paar bloedtestjes doen en waarschijnlijk niks aan de hand. Terwijl ze met rode letters spoed op de envelop schreef. En dan word je toch wel heel zenuwachtig. En een dag later mocht ik al terecht bij de internist. En dan kom je bij de internist en ook een hele aardige man. En ik heb mijn vriendin meegenomen. Ik was zenuwachtig. En die internist begon me ook meteen gerust te stellen. En ik wilde dat ook wel geloven. Ik dacht van hij zei van ja, er zijn zoveel dingen en mensen denken altijd meteen aan het ergste, maar maakt u zich geen zorgen. We gaan een paar proefjes doen en waarschijnlijk komt het allemaal goed, geen reden tot paniek. En hij pakt een clipboard erbij en hij zegt, ik ga een paar vragen stellen. En de eerste vraag die hij stelt is, ben je onlangs in Tsjernobyl geweest? En ik denk, dit zegt hij niet om het ijs te breken. Het is niet dat hij zegt van nee, want mijn vrouw en ik gaan over een week, gaan we een weekendje naar Tsjernobyl. En we zoeken nog een hotelletje. En toen dachten we, misschien heb jij nog tips. Dat is het niet. Maar ook hij, weet je, probeerde me gerust te stellen. Ik denk ook wel dat het geholpen heeft dat de ziekte die ik had, dat die kanker heet. Want er zijn ook heel veel andere nare ziektes die ook heel naar zijn. Maar kanker... zorgt op een bepaalde manier voor een soort respect. En mensen zijn er zo bang voor dat ze ook heel aardig worden. Het is echt zo dat het ziekenhuis waar je terechtkomt als je kanker hebt, het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, dat is ook gewoon een leuker ziekenhuis. Ik bedoel niet leuk in de zin van... Maar nee, je wordt beter behandeld. In het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis bijvoorbeeld krijg je de thee uit stenen kopjes. Terwijl in het Lucas Andreas, waar ik ook wel kwam tijdens mijn behandeling, plastic kopjes. Ja, bekertjes. Dus dat is het verschil. Je merkt dat de vloerbedekking was beter. En alles is hier, als je binnenkomt in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, het kankerziekenhuis, dan staat er meteen een maatschappelijk werkster je op te wachten. Die zegt, dag meneer, zit u eerste keer. En die geeft een soort koffertje geeft die mee met een video en een boek. En de video heette Kanker krijg je met de hele familie. En dat is echt waar, dat krijg je echt. En als je die dan opzette, dat was een beetje de ontspanning of zo, dan zag je allemaal interviews met mensen wiens relatie kapot was gegaan omdat ze kanker hadden gekregen. Ik weet niet, dan was je voorbereid. Maar dat was echt, zelfs de leesmap, daar merk je het altijd aan. De leesmap in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, gewoon de story van een week daarvoor. Dat je denkt, hey, ik ben up-to-date. Terwijl, ik was laatst op controle in het
En in het Lucas Andreas ziekenhuis, dus een normaal ziekenhuis, zou ik maar zeggen. En ik, op de leesmap lag een story met de kop: het gaat weer beter met Prins Klaus. Dat is bijna perkament. Dat was, dat je denkt, waarom leg je dat neer? Of is dat dat de terminale patiënten in het ziekenhuis liggen en dat die net gehoord hebben gekregen dat ze waarschijnlijk niet meer beter worden, dat ze buiten komen en zeggen, oh nou, maar met Prins Klaus gaat dan weer beter. En die was dood. Dus ik maak me nergens zorgen over. Maar dat, ja, er is een hiërarchie in ziektes, dat is zo. Of het nou leuk vindt of niet. Sterker nog, zelfs binnen de kanker is een hiërarchie. De ene vorm van kanker, zou ik maar zeggen, ja, modieuzer om te krijgen dan de andere. Borstkanker bijvoorbeeld is een maand van de borstkanker. Ieder jaar is er een hele maand voor de borstkanker. Ja? Dragen mensen allemaal zo'n roze linkje. En dat is heel slim, want je hebt bijvoorbeeld AIDS, daar is maar een dag voor. Maar daar hadden mensen natuurlijk ook een rood lintje voor in huis. Nou, je wast hem 4 keer en je kan hem gewoon ophouden. En dan is het tegen borstkanker. Maar ik heb schildklierkanker gehad. De prognose voor schildklierkanker is beter dan die voor borstkanker. Dus dan zou ik zeggen, als je ergens reclame voor gaat maken, doe het dan voor schildklierkanker. Maar tijdens de maand van de borstkanker hing de hele stad vol. Ik weet niet of mensen zich dat herinneren, de laatste maand. Ik weet niet wat ze volgende keer doen. Hele grote poster. Met daarop de romp van een naakte vrouw. Je zag haar hoofd, zag je niet. Maar gewoon naakte borst. Mooie borst. En voor de andere borst had ze dan een tijdschrift, een glossy, tegen borstkanker. Dat schijnt te helpen. Ja, dat wist ik ook niet. Maar dat was gewoon, ja, een hele mooie vrouwenborst die gewoon door de hele stad hing. En het gekke is dat ik op een gegeven moment door de stad liep en ik vergat waarschijnlijk even dat een hele ernstige actie was, maar op een gegeven moment zie ik dat ik midden op straat die poster staat te strelen. En toen heb ik een knobbeltje gevonden. En daar ben ik zo van geschrokken. Dat wat moet je doen? Toen ben ik naar huis gegaan. Ik heb uitgezocht wie dat fotomodel was. Ik heb opgebeld. Ik zeg, hallo, je spreekt met Micha Werther. En er is geen enkele reden tot paniek. Dan weet ze gewoon. Enige wat ik nooit meer wil horen, dat heb ik namelijk in die periode zo vaak gehoord, is dat mensen zeiden van, nou gelukkig heb je je gevoel voor humor nog. Hè? En dat zijn dezelfde mensen die zeggen, want lachen is het beste medicijn. Lachen is het beste medicijn. Ja. Ik weet niet. Het is, tuurlijk, ik ga niet ontkennen dat lachen een goed medicijn is, fantastisch medicijn. Maar bijvoorbeeld niet als je ziek bent. Hè? Als je een ontstoken duim hebt, dan raad ik penicilline aan. Ja? Je kan natuurlijk zeggen, want ik lach het net zo lang uit tot het over is. Ik zou mijn geld er niet op zetten. Lachen is het mede. Waar ik helemaal niet tegen ben, is mensen zeggen, nou, je bent er doorheen gekomen door je gevoel voor humor. Je bent er doorheen gekomen, want goed gevoel voor humor, dat heeft geholpen. En ik, dan moet je ook consequent zijn. Dan moet je, als er een keertje iemand doodgaat aan kanker, dan moet je naar de begrafenis gaan. Dan moet je spreken en dan moet je zeggen, het was een leuke jongen. He, we kennen hem, hij was aardig en attent, maar had geen gevoel voor humor. Anders had hij hier niet gelegen vandaag. Ja. Ik snap wel, mensen vertellen dat om een soort betekenis te geven aan de ellende, maar ja, van de, dus ook te zeggen, mensen zeggen altijd, hij heeft heel moedig gestreden. Dat vind ik aandoenlijk en ik vind het lief. Maar dan moet er toch ook ergens een keertje iemand zijn waarvan ze zeggen, laf! Laf! Ongelooflijk zeg. Ja, nou, dan vraag je erom. Humor is best een beetje. Op een gegeven moment werd ik geopereerd. En toen kwam ik op een zaal te liggen bij de zaalarts.
De zaalarts die had mij 2 maanden daarvoor hier in Toemler op dit podium zien optreden. En die was heel enthousiast, want die dacht, die ken ik. En ik vond het ook wel leuk dat hij mij kende. Maar hij dacht, die meneer die is van de humor, dus ik moet de hele tijd moppen vertellen aan hem. De hele tijd grapjes maken. En dat was goed bedoeld, want hij wilde natuurlijk dat ik me een beetje op mijn gemak zou voelen. Maar op een gegeven moment ging dat te ver. Op een gegeven moment lag ik vlak voor de operatie. Dan word je op mijn bed gelegd met wieletjes. Hè? En ik had een soort pyjamaatje aan, een kartonnen pyjamaatje. Dat vindt de chirurg geil. En ik lag daar en die zaalarts komt op me af. Met zoveelste mopje. Ze zegt, gaat het een beetje, meneer Wertheim? En ik zei, nou ja, ik ben nogal zenuwachtig. Het is mijn eerste echt grote operatie. En nou, zegt hij, dat is toevallig. Ik spreek net de chirurg. Precies hetzelfde antwoord. En, nou, ik ben blij dat je het leuk vindt. Ik vond het niet zo heel erg leuk. Het is een mopje. En waarschijnlijk in andere omstandigheden had ik er hartstikke veel plezier aan gehad. Maar nu, weet je, dat was opeens een andere. Weet je waar je in het ziekenhuis behoefte aan hebt? Als je echt in het ziekenhuis bent, wil je beter voelen. Geen klinisch clown. Je wil iemand die naast je ligt die er slechter aan toe is dan jij. Dat is echt waar. Dat is echt waar. Op een gegeven moment werd ik weggereden. Want ze rijden je op het bed. Dat is een soort ding wat ze in het ziekenhuis hebben bedacht. Dat je op het bed naar de operatiezaal gereden moet worden. Van de verpleegzaal moet je naar de operatiekamer gereden worden. Dat is een soort processie. Ik had dat ook kunnen lopen en me daar omkleden. Maar dat is echt. En ik verdenk ze ervan dat ze gewoon een omweg hebben genomen. Dat ik extra lang in dat bed door dat ziekenhuis. En toen dacht ik, op een gegeven moment lag ik in de lift naar mensen die anders ook keken. Toen dacht ik, ja, dit is natuurlijk zodat die andere mensen mij zien en denken, nou, bij mij valt het nog wel mee. Zo is het. Of je het nou mooi vindt of niet, als je in het ziekenhuis ligt, weet je, als je 1 arm kwijt bent, dan geen klinieklauw, nee, gewoon iemand naast haar leggen die zijn andere arm ook kwijt is. Dat je kan zeggen, hé, gaat het een beetje daar bij jou? En geloof me, dat werkt beter. En als je geen armen meer hebt, dan leg je zo iemand naast iemand die zijn been ook kwijt is. En die leg je weer naast een romp. Ja, dat zo iemand gaat, ik ga plassen. Hoe doe jij dat eigenlijk? Zo, ja, maar zo zitten mensen in elkaar, geloof me. Goed, 1 ding. Realiseer je me op een gegeven moment. Er is natuurlijk 1 iemand in het ziekenhuis die er het slechtst aan toe is van iedereen. Dat is altijd, daar kan je niemand naast leggen die er slechter aan toe is. Dat is gewoon, ja, geen oren, geen neus, geen armen, geen benen. Gewoon alleen maar verschrikkelijk aan toe, alleen maar pijn. Nou, weet je wat? Stuur je daar de klinisch clown op af. Ja, wat is er? En dat dan de deur open gaat. Ik ben Bozo. En ik kan van een ballon een hondje maken. Dat zo iemand daar in bed ligt en dan denkt, nou Bozo, zo slecht is mijn leven ook weer niet gegaan. Want je kan heel mooi doen over klinisch clowns, maar diep van binnen weten we allemaal, klinisch clown is niet iets wat, zal maar zeggen, het eind van een carrière. Nee, het is een soort sociaal vangnet. Ja, voor echt mislukte straatartiesten. Het is gewoon echt waar. Het is nooit dat je op een reunie van de toneelschool komt en dat er dan zegt van, hoe is het eigenlijk met Bozo afgelopen? Zit hij nou, die schijnt op Broadway? Nee, oh, wat is Bozo? Ja, klinisch clown. Nou ja, god, dan heeft hij in ieder geval iets te doen. Dat is wat klinisch clowns zijn. Op een gegeven moment, dan kom je aan bij de operatiekamer. En ik zag heel erg tegenop tegen de anesthesist. Daar zag ik tegenop, ook vanwege, zal ik maar zeggen, een mopjesincident. Heel vervelend. Ik heb de eerste keer dat ik bij een anesthesist geweest ben, toen was ik 5 jaar oud. Ik had heel erg een oorontsteking. Dat moest doorgeprikt worden. Dus niet echt een operatie, maar ze gingen me toch in narcose brengen. En ik lag in die operatiekamer met oorpijn.
En dan komt de meneer op me af, helemaal in het groen. Groene jas, groene kap voor zijn mond, bril op en daaroverheen en een soort groene kap. En die zei, hallo, ik ben Klaas Vaak. En ik dacht, ja, en ik ben 5, maar niet achterlijk, meneer. Maar aan de andere kant, je wil het geloven. Je wil geloven dat die man... Nou, dat die man... Misschien Klaas Vaak is. Dus zei Klaas Vaak tegen mij, wat wil jij? Je mag kiezen namelijk. Wil jij een prik? Of wil je een ballonnetje opblazen? Aan een kind van 5, hè? Wat is dat voor keuze? Een prik of een ballonnetje opblazen? Dat is hetzelfde als met een stel bommenwerper boven Afghanistan gaan vliegen en dan omroepen, wat willen jullie? Clusterbommen of voedselpakketten? Ja, een prik of een ballonnetje, hè? Ik denk, nou ja, goed, eindelijk een meevaller vandaag, want dat zat nogal tegen. En op dat moment pakt hij een soort kap en die drukt hij op mijn mond en daar zit een soort leren ballon op en die zag ik zo. En die knijpt hij met zijn hand zo langzaam dicht. En die vergast me gewoon. Ja, je lacht erom, maar dat ligt heel gevoelig in mijn familie. En dus dit keer was ik voorbereid. Ik denk, tussen mij en de anesthesist, dat is niet... Dat hoeft, nou, dus ik, nou, die anesthesist komt eraan, ik denk, ik begin er maar over. Dus ik zeg van, oh, u bent Klaas Vaak. En hij zegt, nee, ik ben de anesthesist. Ik denk, oké, prima. Ga jij je werk doen en... En hij stelt me ook helemaal de vraag, niet van een ballonnetje, dat doen ze alleen met kinderen. En grote mensen trappen er niet in en dan is het niet leuk. Dus hij, en wat is het? Je krijgt een soort naald, een infuus in je hand en dan slaat hij een paar keer op. En net op het moment dat die man het infuus bij mij in wil brengen, schudt het ziekenhuis een beetje. Want ze waren een vleugel die daarnaast zat, waren ze weg aan het breken. Het ziekenhuis werd verbouwd. En hij kan even niet prikken. En ja, om het rare moment te vullen, zei ik van, goh, is de orthopeed weer bezig? Dat is de man die benen afzaagt. Ik denk dat... En hij van... En hij brengt dat infuus in en hij loopt weg. Ja, en weet je, ik kan niks doen. Ik lag daar. En, maar ik hoor wel op een gegeven moment dat die anesthesist bij het koffieapparaat staat. En ik hoor hem tegen zijn collega zeggen. Hij vraagt net, waarom schudt het ziekenhuis er door elkaar heen? Ik zeg, de orthopeed is weer bezig. Op dat moment voelde ik mezelf steeds zwakker worden. Dus ik kan niks doen. Maar als je nou over goede herinneringen hebt, dan moet ik eerlijk, wat die man mij gegeven heeft, weet ik niet. En ik doe niet zoveel drugs, maar wauw. Die operatie heb ik niks van meegekregen, maar toen ik bijkwam, dat is misschien wel het lekkerste gevoel dat ik ooit gehad heb. Ik weet niet of mensen wel eens geopereerd zijn, maar wauw. Dat is alsof je gigantisch orgasme hebt gehad. Ik lag op het bed, maar het leek alsof ik er net boven zweefde. Alles was warm. Het was heel mooi licht, er waren soort bloemen en er vloog een hele grote houten avocado. Door de... Heel mooi, heel vredig, heel stabiel. En er was een hele mooie vrouw, een zuster bleek achteraf die mijn kaart in mijn gezicht sloeg. Maar dat bleek ik me dan niet in te beelden, dat was echt. Die was... Ja, dat kwam ik later nog een keertje tegen. Toen zei ik, jij was toch geen vrouw die mij sloeg? Zei ze, ja, maar dat is omdat je wakker moet worden. En we moeten even kijken of je er wel bent. En ik zei, oké, nou ja. Trouwens, zei ik, dat is misschien goed om te weten voor u. Maar op het moment dat u mij in mijn gezicht sloeg, vloog er een hele grote houten avocado. door het ziekenhuis. Waarop zij zei, nou meneer, dat is meestal een hallucinatie. Ik denk, meestal... Ja. Ik ben natuurlijk niet van de gezondheidsinspectie. Maar ik vind ook al vliegt er maar 1 keer per jaar een grote houten avocado door het ziekenhuis, dan is dat reden om op zijn minst even een onderzoek in te stellen. Maar goed, weet je, humor in het ziekenhuis gaat niet heel erg goed samen. Dat is, ik heb wel gelachen in het ziekenhuis, maar ik zal eerlijk zeggen, dat was
dat was met de Tracy. Maar moet ik eerst even uitleggen, want je moet dan wel begrijpen hoe het... Kijk, je ligt op zaal met 6 man. Ja, mannen en vrouwen door elkaar. En je afgescheiden door een soort douchegordijn. En je krijgt weinig aandacht. Je ligt daar maar een beetje te liggen. De verpleging, nou, die heeft nauwelijks tijd voor je. Die hebben het te druk met iedereen eten en pillen geven. Nou, de artsen, daar heb je al helemaal niets aan. Die komen 1 keer langs. Dan komt de arts, komt om 7:30 komt hij je wakker maken. Dan gaat hij, voordat hij gaat opereren, komt hij er eventjes langs. En die neemt 10 co-assistenten mee. Dus dan gaat, dat zijn leergierige artsjes in opleiding die hopen op complicaties. Want anders heb je er niks aan. En dan gaat zo het gordijn open, je doet je ogen open en daar staat die arts. En die zegt, goedemorgen. En die trok dan een beetje zo aan de hechting en zei, nou, ziet er goed uit. En dan keek ik zo in 10 teleurgestelde gezichten van, ja, en bedankt. Zo begon de dag. En dat was heel naar. Op een gegeven moment ging die arts, ging ook naar een mevrouw die naast mij lag. En die mevrouw, haar been was geamputeerd. En die man die doet het gordijn open en ik hoor hem als eerste tegen die vrouw zeggen... Goedemorgen mevrouw, hoe is het met uw stomp? En ik vond het zo hard en tegelijkertijd realiseerde ik me dat dat de realiteit was. Dat hij kon, wat moest hij anders zeggen tegen haar? Hè? Goedemorgen mevrouw, hoe is het met uw been? Oh, ik zie dat het weg is. Dat kan je ook niet doen. Dus hij had ook geen keus. Maar het was zo naar, het was zo... Ja, of dat ze zegt van, nou dokter, het stinkt nogal. En dat er dan een zak onder het bed ligt waar dat been nog ligt. Wat die man ook zegt, het is verkeerd. Maar hij zei, en dan moet ik ook bijvertellen, het was een hele oude mevrouw. En die vrouw had, hoe heet dat nou, wat oude mensen hebben? Respect, ja. Die vrouw had respect namelijk. Dus op een gegeven moment, die arts die begint te voelen. Die zegt, doet dit pijn mevrouw? En die mevrouw zegt, ja meneer de dokter. En als ik hier aan trek, dat doet ook wel pijn, meneer de dokter. En als ik hier een beetje overwrijf, dat doet heel erg pijn, meneer de dokter. En dit, oh, meneer de dokter. En zo ging het dan een poosje door, totdat die arts wegging. Laatste co-assistent de deur achter zich dicht trok. Toen hoorde ik naast mij, vuile klootzak! Dus dat is een beetje de situatie. Voor de rest is er echt niks. Ja, je hebt televisie. Ook dat is eigenaardig, want je hebt maar 5 kanalen. Althans, dat hadden wij toen. Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3 en de RTL 4. En dan zou je denken, nou de BBC of iets anders leuks. Nee, de ziekenomroep. En wat is de ziekenomroep? De ziekenomroep, dat zijn 2 afgekeurde klinieclowns die in de kelder van het ziekenhuis met een webcam op zich gericht plaatjes draaien. Ik dacht altijd dat de ziekenomroep dat een omroep voor zieken was, maar het blijkt dus een zieke omroep te zijn. Nou goed, dus ik heb wel gelachen en dat was namelijk omdat als we daar op zaal lagen met z'n allen, Trace zo nu en dan kwam. Trace met de koffiekar, dat was bij ons, dat was een legende. Die vrouw, dat is werkelijk, als je het over humor hebt, voor mij staat zij heel hoog. Ik zal even een voorbeeld. Ze kwam dan binnen, kopje koffie uitdelen, kar. En dan liep ze eerst naar meneer De Vries, die lag schuin tegenover mij. Die lag al 3 maanden op zaal, dus die had een beetje voorrang. Bakkie koffie, meneer De Vries, zei Trace dan. Zei meneer De Vries, hoeveel moet het kosten? Zei Trace, 8 euro. Kom op, wij vonden dat echt hartstikke leuk. Dus, ja, die koffie was niet 8 euro. Die koffie was gratis, die werd je aangeboden. Maar Trace... Die suggereerde dat je daarvoor moest... Nou nee, maar daarvoor krijg je een verkeerd beeld van Trace, want ik heb haar timing ook niet. En ander voorbeeld. Op een gegeven moment, want dit heeft Trace ook gedaan, is echt waar. Komt ze aan, ook weer bij meneer De Vries, echt gebeurd. Bakkie koffie, meneer De Vries is een beetje vers. Nou zegt ze, ik heb hem 3 weken geleden gezet. Echt. Als jij dat, het was op dat moment was echt heel leuk en grappig en misschien zelfs wel geneeskrachtig. Het was één minder ding wat Trace ook een keer gedaan heeft. Dat ging ze naar, ze hadden mevrouw Stomp noemen. En ze ging naar die mevrouw toe en ik hoorde zeggen bakje koffie. En ze zei, oh nou lekker. En anders nog iets te wensen, zei Trace. En zei mevrouw Stomp, nou ja, ik zou wel eens de 100.000 willen winnen. Want Trace zei, ah joh, geld als je maar gezond bent.
vonden wij helemaal niet leuk. Dus, nou ja... Zo zie je maar dat de context, zal ik maar zeggen, ook heel belangrijk is waarbinnen je zoiets vertelt. Want ze was natuurlijk niet gezond, daarom was dat heel... Been was er af. Maar goed, de beste herinnering van die hele periode, als ik nou 5 jaar later terugkijk, is waarschijnlijk het eind van mijn behandeling geweest. En dat was de bestraling. Ik moest bestraald worden en daarvoor moest ik ook naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En kom je daar aan, dan krijg je een gesprek met de nucleaire geneeskundige. En ik vond het heel eng, want ik denk, ja, radioactieve bestraling, dat is heel erg eng en gevaarlijk. En zo'n man ging mij weer geruststellen. Want hij zei, nee, maak je nou geen zorgen. Mensen horen radioactief, vinden ze eng, raken ze in paniek. Dat is ook goed, want je kan het niet zien en daarom moet je er heel voorzichtig mee zijn. Maar wij weten wat we doen, we weten precies hoeveel we je geven. En dat is helemaal niet schadelijk, het is zelfs geneeskrachtig. Dus voor jou is het goed en maak je nou eigenlijk maar geen zorgen. Maar toen ik in die kamer kwam, dat was een heel rustig moment, want je moet je voorstellen, de eerste kwam mij nog vertellen hoe ik die pil moest nemen, hè, dus die stond dan aan de andere kant met een groot loodvest om en dan had ik een soort verfblik en dat moest ik open doen en daar midden in dat verfblik zat een heel klein pilletje. En dat pilletje zat in een soort buisje. Ik mocht het niet aanraken, want dat was gevaarlijk. Ik moest het doorslikken. En dan moest ik met het buisje optillen. Dat moest ik in mijn mond laten vallen en dan een slok water nemen. En ik heb nog maar net geslikt of die man die zegt, goed zo. En die rent weg, doet de deur dicht. De tweede deur dicht, dat was een soort sluis. Maar op dat moment, mijn leven is nog nooit zo overzichtelijk geweest als toen. Het was eerste en tweede kerstdag en ik zat boven op de bovenste verdieping van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Ik keek uit over Amsterdam en iedereen vierde kerst en ik dacht, nou ja, het is ook wel rustig zo. Mijn leven is nog nooit zo overzichtelijk geweest. Ik wist, dit is waar ik ben, hier hoef ik niet uit, hier kan ik niet eens uit. Dit is gewoon eventjes mijn leven. En omdat het kerst was, kregen we op een gegeven moment toch een uitnodiging voor de... Het was een soort kerstmis in het ziekenhuis, omdat het natuurlijk een nare tijd in het ziekenhuis te liggen. Dus ik werd ook uitgenodigd. Er ging zo 1 sluisdeur open, er werd er neergelegd, ging die sluisdeur dicht. Werd op een belletje gedrukt, mocht ik de sluis open doen, kon ik het eruit halen. Uitnodiging voor de kerstdienst in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En nou, heel aardig, was natuurlijk niet de bedoeling dat ik er echt heen ging. Nee, maar het was toch het gebaar. Nee, want als ik daarheen zou gaan, ja, ik was radioactief en dan konden alle kankerpatiënten plotseling, ja, kanker krijgen. En dat zou je toch niet willen. Maar goed, die uitnodiging, die heb ik nog. En daar hadden ze dus niet, als uitnodiging hadden ze niet iets kerkelijks genomen, omdat ze wisten niet iedereen is religieus of niet iedereen is christelijk. Dus ze hadden het een soort iets breder willen trekken. Toen hadden ze als thema genomen, als motto, voor de kerstviering, de inaugurale reden van Nelson Mandela. En die begon met de spreuk, die stond erboven, wij zijn voorbestemd om te stralen. Maar goed, als mensen mij nou vragen van 5 jaar later, heb je er nou wat van geleerd? Ben je ervan gegroeid? Ben je er sterker van geworden? Ben je er wijzer van geworden? Ik weet nooit zo goed wat ik daar nou op moet zeggen. Nou, misschien 1 ding wat ik geleerd heb. Wat er ook gebeurt, er is geen enkele reden tot paniek. Dank u wel.